Vorige keer in Robin Hood, de making of. Mijn vader zegt dat hij een vriend van jou is. Onze drie kleine Robins kregen hun eerste acteer- en danslessen. De brief van de sheriff stuurde hen naar het decoratelier, waar ze zelf een stukje van het decor mochten schilderen. Wow. Dit is de torenkamer. Onze drie helden maakten er een echt kunstwerk van. Nu gaat de torenkamer natuurlijk keimooi zijn. Ja. We zijn er wel heel trots op. Ja. 1 april staat bij Pieter, Remy en Evert in hun agenda aangeduid als de grote dag. Dan is het namelijk de première van Robin Hood, de musical. Voor de eerste keer zal deze vernieuwde productie op de planken staan en dat zorgt natuurlijk voor een heel hoop voorbereiding. Alles moet perfect zijn. Licht, geluid, decor en natuurlijk ook de acteurs. Zij moeten er allemaal voor zorgen dat ze elk danspasje en elk liedje helemaal van buiten kennen. En geloof me, dat is niet altijd zo gemakkelijk. Welkom bij Robin Hood, The Making Of. De première van Robin Hood, de musical, komt elke dag een beetje dichterbij. Vandaag gaan de acteurs eindelijk in het decor repeteren. En dat is voor onze kleine Robins een hele belevenis. Toen we het decor voor het eerst zagen, dan was het echt zo van... Oh, amai, is dit niet echt geworden? Wauw. Precies echt. Wat mij direct opviel, was natuurlijk het torenkamertje van Marianne. Want dat hadden wij met drie geverfd. Ja. En dat hebben ze prachtig geschilderd, toch? Maar plotseling is er weer een mysterieuze brief. Beste kleine Robins, geen musical zonder decor en kostuum. Het decor hebben jullie ondertussen al ontdekt. Nu is het tijd om jullie kostuums te passen. Ga dus onmiddellijk naar het kostuumatelier. Veel succes, de sheriff van Nottingham. Kijk al. In het kostuumatelier wordt de kledij van alle films en theaterproducties van Studio 100 gemaakt. Van het pakje van Megamindy tot de kleedjes van K3. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kostuums voor Robin Hood. Onze Robins krijgen voor de eerste keer hun kostuum te zien. Deze is dat van jou. Dank u. Deze is dat van jou. Dank u. En dit is van jou. Dank u wel. We kregen voor het eerst onze kostuum en dat was echt geweldig mooi. En ja, toen als we die aan hadden, waren we echte kleine Robins. Dus dat was echt wel... Stoer, hè? Ja, heel stoer. Ja, heel stoer. Heel stoer, Evert. Mooi, Pieter. En natuurlijk ook Remy, onze drie Robins, de kleintjes dus. Alle acteurs worden vandaag voor de eerste keer aan de Vlaamse pers voorgesteld. Al weken zijn ze aan het repeteren en vandaag kunnen ze eindelijk een stukje tonen. Maar wie speelt eigenlijk wat? Ik speel Robin Hood, de vrijbuiter die in het bos van Sherwood het opneemt tegen de slechte koning Jan en de slechte sheriff van Nottingham. Ik speel dus Lady Marian in de musical. En dat is eigenlijk de dochter van koning Richard. Zij wordt achtergelaten bij koning Jan, de broer van koning Richard. En zij wordt ook verliefd op Robin Hood. Ik speel in de musical Robin Hood de rol van koning Jan. Koning Jan die eigenlijk, ja... een ontzettend slecht personage is voor de meeste mensen. Speelt eigenlijk onder één hoedje met de sheriff van Nottingham. Ik speel dus de sheriff van Nottingham. En koning Jan heeft mij de hand van zijn nichtje Marianne beloofd en ik zal er alles aan doen om haar te huwen. En dan komt natuurlijk Robin Hood mij dwarsbomen. Ik speel de rol van kleine Jan. Wie is Kleine Jan? Kleine Jan is de vriend van Robin Hood, ook bendelid. Hij is een beetje de voorman, rechterhand van Robin Hood. Ik speel in het stuk Robin Hood eigenlijk twee rollen. Aan de ene kant een gek bendelid van de bende van Robin Hood. En ik speel ook Ron, een wachter die eigenlijk zo'n beetje, een klein beetje bang is van alles. Van spoken en van spinnen en rap wegkruipt onder de zetel. En dan is het eindelijk tijd om te tonen wat ze kunnen. Maar wat
Wat vinden de andere acteurs nu van onze kleine Robins? Ze zijn gewoon schitterend. Ze zingen goed. Ze acteren goed. Ze dansen goed. Het zijn gewoon drie schitterende acteurtjes. Toffe gasten, hè. Ze werken keihard, opvallend hard. Ik weet zeker dat ze dat alle drie keigoed gaan doen. Wat mij plezier deed, was dat ze, als ze toekwamen op de repetitie, al heel goed geoefend hadden. Dus ze kennen hun rol eigenlijk perfect. Het zijn grote talentjes. Wat ik goed vind, is dat ze heel goed zingen. Dat zal iedereen die komt kijken naar de musical, zal zien dat ze alle drie heel erg goed zingen. En we moeten zelfs ons een tandje bijsteken. Wij dan, dat we ze kunnen bijhouden. Hè. Zo goed zijn ze. Wekenlang hebben onze kleine Robins teksten, danspasjes en liedjes van buiten geleerd om te schitteren op het podium. En volgende week is het eindelijk de première. Maar wat vinden ze nu zelf van dit avontuur? Ja, echt geweldig. En ik hoop ook dat we, doordat we moeten spelen en zo, dat heel traag gaat verlopen. Dat ik er goed van kan genieten. Ja, en dan zo s'avonds dus goed in uw bedje slapen. Van, oh, dat is weer zo'n leuke dag. En dan s'morgens vroeg opstaan en dan... We gaan er weer aan beginnen en we gaan er tegenaan. En hoe deze première is gegaan, dat zie je volgende week.